Goed, ik ben Bart van Driessen van Lab Architecten. We zijn geselecteerd voor de laatste selectie van de Mies van der Rohe Award. Waarin je dan ook uitgenodigd. Het is fantastisch om hier te kunnen zijn tussen vele gerenommeerde architecten in een paviljoen waar dat voor veel architecten denk ik eigenlijk wel begint. We waren geselecteerd voor de woning in Assen. Ondertussen al heel vaak gepubliceerd. Het gaat over een passief woning waarin het eigenlijk over veel meer gaat, denk ik, dan over het passief gebeuren zelf. Duurzaamheid in de grote betekenis van het woord. Ik denk dat het ook gaat, of misschien nog veel meer, over sociale duurzaamheid. En over de ruimtelijke duurzaamheid. De context of de non-text waarin er gebouwd wordt in Vlaanderen. En de invulling en de verkaveling. Ik denk dat de woning een heel lang proces geweest is voor het bureau. Ik denk dat dat het belangrijkste nu ook aan overal, over aan het debat van deze morgen over het terugkeren van het belang in de architectuur, van de meanings of things en de dat het ontwerpproces een geleidelijk proces is, goed nadenken, invullen van elementen in het proces later, soms als het gebouw al ontworpen is of vooral staat, toevoegen van elementen, er goed over nadenken, om zo tot een resultaat te komen, waarvan iedereen op zich wel kan uitmaken welk resultaat het is, goed, slecht. Mooi, niet mooi, passend, niet passend. In België hebben we de kans, denk ik, om zo te werk te gaan. Dus het was gewoon fijn om hier te zijn, denk ik.